Deze beschouwing die gaat over het einde van het feminisme. Ik hoop dat dat komt. Ik hoop dat we zover gaan komen dat de periode die achter ons ligt, waarin het feminisme zo'n hoogtij heeft gespeeld, zo'n grote rol heeft gespeeld, dat we die tijd achter ons kunnen laten, zijnde één grote vergissing. Ik weet geen voorbeelden van vrouwen die er gelukkig van zijn geworden. Ik ken ze niet. Ik weet wel heel veel vrouwen die geëindigd zijn als alleenstaande moeder. En die zijn niet gelukkig. Dat werkt niet. Ze werken ook niet, ze hebben een uitkering. Maar alleenstaande moeder zijn, dat is geen beroep. Het is een mislukking. Een mislukking van het gezin. Dat is het. Om maar te zwijgen over het leed van die vaders die hun kinderen niet meer zien. En die moeders die dan zo trots zijn op hun zelfstandige leven. En niet beseffen wat ze kwijt zijn geraakt. Ik weet niet hoe je dit terug moet draaien. Ik weet dat ik het graag wil. En niet voor mezelf hoor. En maar terugkijkend op het gezin wat ik gerund heb. En wat er nu van over is. En denk ik, ja, waarom? Nee? Ik heb me erbij neergelegd natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat ik wel degelijk weet wat er kapot gegaan is. En dat wil je niet voor andere mensen. Zeker niet voor jonge mensen. Het is jammer dat het gebeurd is. En mijn opa en oma van mijn moeders kant, die hadden een slecht huwelijk. En dat kwam niet door mijn oma. Misschien had zij wat feministischer moeten zijn. Nee, dat was denk ik het antwoord niet. Oh, zij heeft het gedragen. Ze heeft geen gekke dingen gedaan. En haar man, die was, of hij was aan het werk en dan ging hij naar Irak of whatever. Australië heeft hij ook gezeten. Je zou kunnen zeggen, als hij maar weg was bij zijn vrouw. En als hij dan weer terug was in Amstelveen, dan ja, zat hij elke dag in de kroeg. Klaverjassen. Zij had niet zoveel aan hem. Maar had ze dan moeten scheiden? Nee, dat had haar niet gelukkiger gemaakt. Ik denk het niet. Dan kijk ik naar de moeder van mijn kind, die is dan gescheiden, omdat zij dat zo graag wilde. Is die er gelukkiger op geworden? Ik denk het niet. Ik kan me niet voorstellen, eigenlijk. Ze is veel kwijtgeraakt, hè? De moeder van mijn kind is veel kwijtgeraakt. Door die scheiding. We gingen elk jaar op vakantie, soms wel 2 keer per jaar. We hadden een werkster en een schoon huis. En een blij kind. En toen kwam die scheiding en dan, mijn kind vond het erg, man. Misschien heeft die moeder dat niet gemerkt, hoor. Het is een beetje een rare. Maar ik wel, het heeft mijn hart doormidden gescheurd. En op een of andere manier komt dat toch terug bij die moeder, denk ik. Vroeg of laat. Het is niet goed, dat feminisme. Het is niet goed dat gezinnen uit elkaar vallen. Zo makkelijk. Het is zielig voor de kinderen. En op de langere termijn is het funest voor de samenleving. Dus ik wil dat het feministen gebeuren eindigt. En dat we terugkeren naar de gezinnen. En dat er een gezin bij zit waarbij de moeder dan werkt en de vader thuis zit. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen, maar het zou kunnen. Ja, in een uitzonderingsgeval, waarom niet? Ik vond het een goeie, dat was een Hongaarse vrouw. En die zei van ja, als jij als vrouw graag wil werken, dat kan wel. En toch blijf jij verantwoordelijk voor de huishouding. En dan dien je een werkster te nemen. En die werkster, die wordt door jou aangestuurd. Zo hou je de boel in balans. Dat zei die Hongaarse vrouw. Jonge vrouw was dat. Het is het meest voor de hand liggende. Het is niet zo dat mannen niet voor de huishouding kunnen zorgen. Maar mannen doen al zoveel. En moeten ze dat ook nog doen? En dat was toen ik klein was, toen zei mijn moeder aan me. Ja, nee. Mannen en vrouwen zijn gelijk. Dus mijn zusje moest de dingen doen in de huishouding. En ik moest net zoveel doen. Maar... ja, elke zaterdag boodschappen doen voor het hele gezin, voor de hele week. Dat hoefde mijn zus niet te doen. Nee, dat moest ik doen. Want ik was een man en ik kon er wel sjouwen. Weet je? Dus ik kilo's spullen halen. Ja, dat moest ik dan maar doen. En als het dan, was het al laat en dan moesten nog spullen van het winkelcentrum komen. En dan regende het en dan was het al donker, zo ergens in de winter. En dan werd ik naar buiten gestuurd. Ja, want ik was een jongen en... hè? Maar dan wel elke avond afwassen samen met mijn zus. Het werk moest eerlijk verdeeld worden. Ja, maar dat is dus niet eerlijk. Ja, want ik moet die boodschappen doen en... ja. En mijn zusje die kan dat nog niet, omdat ze er wat kleiner was, wat jonger was en omdat het een dametje is. En, ja. Ja, maar als het al zo donker is, dan hoef je als meisje niet meer over straat. Nee, dat moet ik dan maar doen. Dat is het oneerlijke van het feminisme. En daarom moet dat ophouden. Want het komt niet goed. Het verschil tussen man en vrouw, dat was er. En dat is er. En dat zal blijven. And when the going gets rough, the tough get going. Ja. En wie zijn dan de roughe, toughe? Ja, dat zijn de kerels natuurlijk. En mijn moeder is dan zo'n feministisch typje of zo. En toen moest zij verhuizen. En zij was beneden in de keuken bezig met thee te zetten en boterhammen te smeren of zo. Ja, en ik stond te sjouwen en te rukken aan een of andere ongelooflijk zware kast. En met een paar kerels, dus haar nieuwe man en haar jongste broer. Wij dan overleggen van hoe gaan we dit ongelooflijk grote mormel naar buiten krijgen. Zonder kleerscheuren. En toen werd er verzonnen dat die maar door het raam moest. Iemand naar beneden meten, zo op het oog. Ja, nee, dat kan wel. En nou ja, 2 man boven, 1 man beneden. Ja, we hebben die kast eruit gekregen. En mijn moeder staat dan lekker te rommelen achter het fornuis. Ja, hoe feministisch is dat? Waarom staat haar man wel aan die kast te trekken en zij niet? Ja, dat is toch niet feministisch, of wel? Dat weet ik ook. Toen ik nog in dat gezin verbleef, hadden wij af en toe oppas nodig. Wat ermee te maken had dat die moeder ontzettend vaak de deur uitging. En ja, dat was dan normaal. Zo. En moest ik een keer een avondje weg voor mijn werk of wat dan ook. Ja, dan moest er oppas komen. Omdat die moeder nooit thuis was. Of nooit, maar 3, 4 avonden in de week was ze pleiten. Nou, dat al om te beginnen. En dan kregen we die oppas. En er was een vrouw in de buurt. Maar die wilde daar wel wat voor terug. En ze kreeg dan geen geld. En dan was er dan afgesproken zonder dat ik dat wist of zo. Bij haar in huis moesten wat klusjes gebeuren. En daar draaide ik dan voor op. En die moeder helemaal niet. Hè? Terwijl het met name door haar kwam dat we oppas nodig hadden. En dan moet ik gaan klussen bij zo iemand in de buurt. Ter vergoeding van het feit dat hij bij ons heeft opgepast. Ja, dat is dus niet eerlijk. Een feminisme is niet eerlijk naar mannen toe. En mijn dochter die heeft zo'n, ja, van die feministische opmerkingen. En de laatste keer dat ze bij mij was, toen begon ik er weer over. Want de vorige keer had ze al opmerkingen gemaakt. En nou, had ik even over nagedacht. Ik denk, dat laat ik niet op me zitten. Dus de laatste keer dat ze hier was, afgelopen woensdag, begon ik er weer over. Of begon ik er weer over. En ik noemde een voorbeeld van een vrouw die zich tijdens een vergadering echt ongelooflijk bot had gedragen. En mijn dochter zei zo, yeah. Maar dat komt dan. Dan voelt zij zich, wat was het nou? Ja, niet op haar gemak of zo, niet gerustgesteld. Of dan heeft die vrouw het idee dat ze haar territorium moet verdedigen. En dan schieten ze, en dan gaan ze dat soort dingen zeggen. Alsof een vrouw daarmee vrijgesproken is. Van ja, het is een vrouw en die gaan nu 1 keer makkelijk uit hun dak. En je moet het accepteren als man. in dit geval op de werkvloer. Want die vrouw was dan, weet ik veel wat. Die stond onder druk of zo. Denk je, ja, daar gaat het niet om. Mij gaat het erom dat die vrouw tijdens dat overleg helemaal uit de plaat ging. En ik kreeg er van langs. Nee, feminisme, dat, wat ik heb gezien in mijn leven, is dat funest. Ook voor vrouwen. Het is funest voor de gezinnen en, ja, en daarmee dus ook voor kinderen. Kinderen raken hun gezin kwijt. Die hebben niet langer een papa en een mama. Die hebben een mama en een papa ergens, net als Pippi Langkous, ergens ver weg. Het is maar de vraag, net als bij Pippi Langkous, of die papa wel echt bestaat. Het is niet goed, snap je? Daarom wil ik het einde aan feminisme. De voorbeelden die je kan noemen, dat is talloos. Talloze voorbeelden van vrouwen die het allemaal beter weten. En geen zak doen in huis. Vertelde mijn dochter dat haar hartsvriendin... Ja, dat meisje ken ik natuurlijk. Dat is de hartsvriendin van mijn dochter sinds dat het kind 4 is of zo. En die moeder, die ken ik dus ook. Ze is dan een alleenstaande moeder. En die kon dan... Dat was na de scheiding in 2010... En dat kind, dus haar kind, die moest naar de buitenschoolse opvang. Want ja, zij moest werken. Lekker feministisch. Maar dat kon niet elke dag betaald worden. En op maandag, dat was mijn dag om mijn kind van school te halen. Dan had die moeder verzonnen van nou, dan kan je mijn kind ook wel even meenemen. Nou, dat is natuurlijk ook zo. En ik neemde haar kind mee naar huis. Niet mijn kind, haar kind. En dat kind krijgt net als mijn kind, als we hier binnen zijn, een tosti en een lekker glas mango-sap of zo. En dan krijgt dat kind ook wat snoepjes, als huiswerk of wat even gemaakt moet worden. En dan moet er avondeten gemaakt worden. Ja, en of je nou voor 2 of voor 3 mensen kookt, dat maakt qua werk niet veel uit. Maar je bent wel meer geld kwijt. En haar kind, die hield dan heel erg van lamskoteletjes. Dan maakte ik dat. Ja, lamskoteletjes, dat is punt 1 niet heel goedkoop. En punt 2, een heel eind lopen. En dan kwam die feministische moeder dan om 7:30 s'avonds van haar werk. Bij mij. En dan begon ze onmiddellijk te commanderen tegen dat kind. Van nou, opstaan, jas aantrekken. Soms had het kind nog even een aflevering aan het kijken van Star Trek. Die nog misschien maar 5 minuten of 10 minuten duurde. Oh, dan moest dat kind toch maar mee. Mocht het niet eens even afkijken. Want dan zou die moeder 10 minuten moeten wachten. En die moeder die is nooit begonnen over dat geld wat ik uitgegeven heb voor haar kind. Want je praat toch over niet 1 keer, niet 2 keer. Nee, bij elkaar 40 keer of zo. Als het niet meer is... Nou, reken €4 per keer, wat ik aan supermarktkosten heb. Dat is €160 bij elkaar. Over dat geld is ze nooit begonnen. En ze heeft ook nooit iets van mij meegenomen. Een fles whisky of zo. Of een doos sigaren. Of aan mij gevraagd. Van, al wekenlang neem je mijn kind mee van school. En dat geef je dan te eten. Dat vang je op en dat geef je te eten. En, zal ik eens een keer wat voor je meenemen. En wat vind je dan fijn? Of lekker? Helemaal niet. Ze heeft zelfs niet eens dankjewel gezegd. Als ze dan de kind op kwam halen, dan nam ze het kind mee en dan riep ze vanuit de gang, doei. En dat was het dan. En dan was mijn dochter hier laatst. Inmiddels is het dus, mijn dochter is 19 en dat meisje dan ook. Die dochter die studeert nou voor leraar Engels. En mijn kind doet iets van HBO, pedagogische hulpverlening. Ja. Zijn volwassen mensen. En die hartsvriendin die zou dan haar verjaardag gaan vieren bij haar moeder thuis. Ja, zei mijn dochter. En dan, hebben we afgesproken. Want we gaan eerst die woning eens opruimen. Daar maakte ik nog een grapje van. Dat is wel een leuk idee. Dat je kind de verjaardag kon vieren bij jou thuis als ouder. Want dan wordt je woning tenminste een keer opgeruimd en schoongemaakt. Kijk, als mijn kind bij mij is zoiets, niet dat ze dat doet, maar stel... En ze zou bij mij willen de verjaardag vieren. Ja, ik neem aan dat ze dan van tevoren komt om de boel voor te bereiden. Maar ze hoeft niet per se schoon te gaan maken. Nee, waarom? Daar zorg ik ervoor. Ik zorg ervoor dat die woning aan kant is als mijn dochter een feestje wil vieren. Die moeder niet, hè. Ik vind dat niet leuk. Feminisme... En die moeder is dat hoor. Die moeder is feministisch. Maar het is voor de mannen niet eerlijk. Ik ken ook zo'n vrouw en die heeft... Die had best een lieve man, maar zij was dan heel erg feministisch en ze wilde niet schoonmaken in huis en alles. Want zij wilde kunstenaar worden, schilderijen gaan verkopen. Dat is nooit gelukt, by the way. En die man die moest dan schilderdoeken betalen en verf en kwasten, zeg het maar. Nou, die man die kreeg er genoeg van. Die begon erover te zeuren. Want hij had een fulltime baan. En hij bleef erop terugkomen van... Ja, meisje. Ik breng hier 90% van de euro's naar binnen. Ik heb een fulltime baan in Den Haag. En ik wil toch dat jij wat doet in de huishouding. Die vrouw moeilijk doen. Toen liep die relatie op de klippen. Gelukkig waren ze niet getrouwd. Toen kreeg zij van de gemeente binnen no time een eensgezinswoning aangeboden. Een leuk woningje. Voortuin, achtertuin. Maar ja, helemaal leeg, hè? Ja, er moet van alles gebeuren natuurlijk. Hè? Ja, dus zat zij met een probleem. Heeft ze daar mannetjes voor ingeschakeld. En eens zo'n mannetje koos ze uit. En dan kwam die dus 3 keer, 4 keer. En dan kreeg zo'n mannetje er schoon genoeg van. En dan wilde zo'n mannetje niet meer. Maar dan belde ze een ander mannetje. Dan kwam die langs. Niet wetende dat het eerdere mannetje al na zoveel keren had gezegd. Doei. Voor een kopje thee 2 uur komen klussen. Nou, ik dacht het even niet. Uiteindelijk had ze dan haar zinnen gezet als klusmannetje op een oude vriend van mij. En ik wist dat die man een oogje had op haar. Nou, die heeft ze pas echt uitgemergeld. Die bleef maar komen, hè. Totdat hij er uiteindelijk achter kwam dat ze hem ook alleen maar gebruikte. Toen is hij op een zondag bij haar boos weggelopen. Van jij maakt alleen maar gebruik van mij. Daar was hij heel teleurgesteld over. Daar had die man het niet voor bedoeld, snap je. En ik weet hoezeer hij iets wilde met een vrouw en nog een oogje had op die vrouw. En, ja. Hij heeft al die klusjes en dingen voor haar gedaan. Ja, met iets in het achterhoofd van investeren, mezelf van de goede kant laten zien en dat soort dingen. En dan gaan we ook op een dag leuke dingen doen. Want het was geen seksmonster of zo. Maar hij wilde iets duurzaams. Niet alleen door het leven, dat wilde hij. Een kameraad. Nou, die voelde zich gebruikt. En toen werd ik de deur uitgezet door de moeder van mijn kind. En toen had de moeder van mijn kind hetzelfde probleem. Heeft ze die vriend dan gebeld. Want die deed dus niks meer voor die persoon in kwestie. Maar die had dus wel tijd. Heeft de moeder van mijn kind hem ingeschakeld voor allerlei dingen. Dat hoorde ik van mijn dochter dan. Toen dacht ik al, dit is zielig voor die jongen. Hij is al zo gebruikt, misbruikt door een vrouw. En dan gaat nu de moeder van mijn kind er nog een keer een schepje bovenop doen. En een paar maanden later, of een half jaar later, of een jaar later of zo. Toen heeft die man zich verhangen in zijn eigen woning. Voor hem hoefde het niet meer. Zielig hoor. En dat had alles te maken met het feit dat er niet een vrouw was waar hij met hart en ziel voor kon zorgen. Alleen maar vrouwen die zeiden van, oh, heb jij een boormachine? Oh ja, nee, ik heb nog een IKEA-kastje. Wanneer kan je langskomen? En dan krijg je een kopje thee en een plakje cake en dan... Nou, doei. Hij heeft het mezelf verteld hoor, dat hij zei, ja, hij was toen ook al in de 40, ja, 45, 46. En toen zei hij het tegen mij, want ik ben nog steeds op zoek naar een vrouw. Ik wil zo graag een vrouw in mijn leven. Om iets mee te delen. Maar ja, hoe kan je nou iets delen met een feministe? Met een vrouw die alleen maar voor zichzelf gaat. Zielig hoor, voor die man. En voor zijn ouders, natuurlijk. Want zijn ouders leefden nog toen hij zichzelf verhangen had. Dus ja, hij was dood, maar zijn ouders die leefden nog. En hoe het met die mensen gaat, dat kennen ze niet hoor. Maar dat weet ik nog niet. Misschien zijn die mensen inmiddels ook wel overleden. Bizar, hè? Die man was 53, 54. Toen heeft hij zich verhangen. Ongeveer 2 jaar nadat hij geklust had voor de moeder van mijn kind. Zoiets was het. En de moeder van mijn kind die zo gemakkelijk gebruik maakte van zijn diensten. Ach joh, die had een hele batterij met andere mannetjes. Een mannetje voor dit en een mannetje voor dat. Ze heeft nu alweer een paar jaar lang een en dezelfde man. Ik vraag daar niet naar bij mijn dochter. Dat zou kunnen doen hè. Van, en hoe gaat het tussen... Lalalala. Dat doe ik niet. Ik wil, ja, niet dat ik het niet weten wil, maar ik wil het niet vragen. Dat is het eigenlijk. Ik denk dat ik een antwoord krijg wat toch niet waar is. Want ik kan me niet voorstellen dat die man dan wel leuk om weet te gaan met een feministe. Dat is een drama, hoor. Want ik ken wat mannen die, ja, aan de kant zijn geschoven. En er zijn ook mannen die, ja, die zijn er niet aan de kant geschoven, maar die worden volledig gedomineerd door hun partner. En dat is ook niet leuk. Ik heb vrouwen leren kennen van een andere kant, hoor. Ik heb ze altijd beschouwd als ja, de hulpbehoevende, lalalala. Ze waren ze ook altijd, ze hadden altijd iets nodig. Zo. En dan deed je dus je best voor zo iemand in de trant, dan krijg je er ook wat voor terug. Maar dat laatste is dan niet, hè. In mijn leven dan, hoor. Zo. En al die moeite die ik gedaan heb voor vrouwen, denk ik, wow. Ik heb het toen gedaan met overtuiging, zullen we maar zeggen. Maar ik had het net zo goed niet hoeven doen. Ik ben daar niet wijzer van geworden. Periodes meegemaakt van grote frustratie, dat wel. Maar nou niet meer, hoor. Oud en wijs genoeg, heet dat. Maar het is niet goed voor de samenleving. Het hoort niet zo te zijn. Ja, op deze manier, ja, presteren vrouwen niet. Ja, de moeder van de hartsvriendin van mijn kind, hè? Die had toen dat baantje, zodat ik haar kind van school moest halen. Nou, inmiddels hoeft dat niet meer, want ja, dat kind is volwassen. En die moeder, die is helemaal zo oud niet, hè? Die is toch 10 jaar jonger dan ik, dus zeg maar 49 of zo. Die heeft al sinds jaar en dag een uitkering. Die is ontslagen op haar werk. Ja, geen nieuwe baan kunnen vinden. Ja, dan zit ze thuis met een uitkering. En de vader van haar kind, ik weet niet precies hoe die scheiding in elkaar zat, maar het zal wel een klassieke scheiding zijn geweest in die zin dat zij degene was die er een punt achter heeft gezet. Dus zij heeft tegen die man gezegd, adieu paraplu. Ja, die man is helemaal buiten beeld. Die is op Aruba gaan werken of in de Antillen. Dat is toch zielig? Dan heeft haar kind niet eens een vader. En dat is een gemene moeder, hoor. En dat is ook mijn bezwaar tegen alleenstaande moeders, hè, is dat ze zo gemeen zijn. Dat is de hartsvriendin van mijn kind, dat zag ik, dat die niet goed liep. Hè? Die voeten, die flapten, ja, die waren naar binnen toe gedraaid. En als je erachter liep, dan was je gewoon verbaasd dat ze niet struikelde over de eigen tenen. Heb ik die moeder erop geattendeerd van, ja, daar moet je nou wat aan doen, want straks zijn die botten helemaal uitgegroeid en verhard. En dan is het te laat. Hè? Nou, toen heeft ze dat kind inderdaad meegenomen naar fysiotherapie. Daar hoorde ik van. En na een paar weken vroeg ik aan die moeder van, en hoe gaat het op de fysio? Dan zei ze, oh, we gaan niet meer. Ik zei, oh, is het al klaar? Nee, zei ze. Maar de derde of vierde keer toen ben ik het vergeten. Toen heb ik ook niet afgebeld. En toen heb ik geen nieuwe afspraak meer gemaakt. En nu gaan we niet meer. Dat zal je moeder maar wezen. Hè? Ja, ik zou dat mijn kind niet hebben aangedaan. En was haar vader nog in de buurt geweest? Ik ken die man verder niet. Maar ik kan me voorstellen dat die vader gezegd had, ja, nee, maar hallo. Neem dat kind mee naar de fysiotherapie. Nu zijn die botten nog zacht en week. Het meisje was toen 5 of 6. En die alleenstaande moeders, dat doet me wat. Ik wil dat het feminisme eindigt. Ik zie daar niets dan ellende van. Ik vind het niet positief. Ik vind dat het geld kost. Ook nog een keer. Het kost geld en het kost huilende kinderen. En een ontwrichte samenleving. Een samenleving zonder gezinnen is een samenleving die bestaat uit individuen. Dat is geen samenleving. Punt. Ja, de moeder van mijn moeder, die is dus ook bij een man gebleven. Terwijl die man niet eens zo bijster aardig was. Maar dat is altijd nog beter dan scheiden. Noem het maar bij elkaar blijven voor de kinderen en de kleinkinderen. Ergens, je brengt een offer. En dat offer breng je voor je kinderen en je kleinkinderen. Dat breng je toch. Ook al heb je een perfecte kerel, dan nog breng je dat offer. Want alles gaat boven jouw belang en dat van je man. Die kinderen komen op de eerste plaats. Vond ik ook zo'n stuitende opmerking van de moeder van mijn kind toen ik het ergens over had en zij wilde iets. Dat was belachelijk. Toen zei ik, ja, dat kan je wel willen, maar ik vind dat zielig voor het kind. Hè? Daar kwets je dat kind mee. En die moeder zo krijsen. Nou doe jij alsof het belang van het kind meetelt. Als het gaat om mijn belang. Mijn belang is het belangrijkste. Nou, toen heeft ze de zin doorgedouwd. En een half jaar later zat ze te huilen in de tuin. Ik zei, wat is jij nou te huilen? Ja, niet met zo'n stem dus, hè, maar ik vroeg, wat is er aan de hand? Hè? Zij huilde echt van die dikke tranen. Oh, zei ze, ik vind het zo zielig voor het kind. Toen dacht ik, ja, dat zei ik toen. En toen kreeg ik een grote bek. Hé, feministen. Mijn dochter die zei laatst tegen mij van, ik beschouw het dat... Mijn ouders alles gedaan hebben in hun vermogen om mij een zo fijn mogelijke opvoeding te geven. Of jeugd of zo. Hè? Ik heb er maar niks op gezegd. Ik denk dat het geldt voor mij. Ja. Maar niet voor haar moeder. Haar moeder heeft haar eigen belang zwaarder laten tellen dan het belang van haar kind. Ik weet dat. En op een dag zal mijn kind dat ook weten. Of ze blijft doorleven in die leugen. Dus dat is ook mogelijk. Allebei is een... is niet goed. En ik wil dat het feminisme stopt. Ik wil dat vrouwen respect hebben voor hun man. Ik wil dat vrouwen stoppen met die grote monden. Mijn moeder die liet mij een songtekst lezen. Ze hadden een feestje gehad en iemand had een tekst geschreven op het liedje Op een mooie Pinksterdag. Hè? Op een mooie Pinksterdag, ta ta, lade in de zon. En ik las die tekst en ik gaf die tekst terug aan mijn moeder en ik, met een frons zei ik tegen haar van... dit is beledigen van mannen. En mijn moeder nam dat briefje weer in ontvangst en die zei... Oh, ja, die ene man die erbij was, die vond het ook al geen leuke tekst. Nee. Als je dat als man, zo'n stukje zou schrijven... en dan zeiken over vrouwen... Ja, punt 1, mannen doen dat niet, hè? Dat is beneden hun waardigheid. Ook alweer zo'n duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Daar mogen vrouwen een keer respect voor hebben. Ik was een keer bij mijn moeder, dan komt ze uit de keuken lopen en ik zat op de grond. Mijn moeder keek me dus boven op mijn schedeldak. En ze zegt zo heel hard dat iedereen het kan horen. Perry, jij wordt kaal. Wat moet ik dan zeggen? Mama, jij krijgt hangtieten? Ja toch. Ja. Maar waarom mag je dat zeggen? En de nieuwe man die zal mijn moeder zo vertellen, ook weer met allemaal mensen erbij. Hè? Ja, en hij moet van de dokter, moet hij voortaan zitten plassen. Wat heeft de visite daarmee te maken? Hè? Die man heeft dus iets met zijn prostaat, neem ik aan, of verslapte dingen, spieren, of whatever. Dan krijgen ze een mannenkwaaltje, weet je wel, van het nadruppelen of zo. En ja, dat kan je verhelpen door zittend te plassen. Dat weet ik dan toevallig. Maar moet iedereen dat weten? Nou, volgens mijn moeder wel, want dat vindt ze een leuk verhaal om te vertellen. Nou, dat vind ik een typische respectloosheid naar de man toe. En ik weet dat mijn moeder ook van alles mankeert, hoor. Maar daar hoor ik die man nooit over. Ja, die houdt uit respect voor zijn partner, houdt hij daar de mond over. Dat is best een lieve man. Maar die krijgt wel het allemaal over zich heen. Hij verzuchtte ook, dat was een paar jaar terug. Toen verzuchtte die man tegen mij van af en toe kan jouw moeder zo enorm venijnig uit de hoek komen. Dan schrik ik me helemaal kapot. Ja, nou kijk, ik ken mijn moeder. Het is een feministe. En mijn zus ook. Ja, en ik wil deze vrouw, zoals mijn zus ook, die is ook 54 of zo, 55 denk ik. Nee, die wordt 55. Maar dat kan je niet meer veranderen. En mijn moeder is nu 78, dus dat kan je niet meer veranderen. Maar ik hoop dat de nieuwere generaties, dat die een andere weg weten te vinden. En de weg terug weten te vinden naar het harmonieuze gezin. De moeder is de baas over de kinderen. De vader is de baas over de moeder. En Jezus Christus is de baas over de vader. Maar dat kan hem wel even duren. Maar dat neemt niet weg dat ik het wel wil. Snap je? Dat is toch gewoon mijn wens. Dus wat is dat nou? En ik heb daar een goede reden voor. Niet zozeer van mezelf, want ja... De vrouwen die zich op mijn levenspad hebben bewogen, begeven... Die laat ik allemaal links liggen. Ja. Daar doe ik niks meer mee. Ik bel ze niet op en ik zoek geen contact. En ik vind het allemaal wel best. Dus voor mezelf maakt me dat niet zoveel uit. Maar voor de nieuwere generaties... Ja, maar gewoon respect naar je. Naar je partner toe. Om te beginnen, snap je? Respect naar andere mensen toe. En jij als vrouw, jij bent nooit onderdrukt. Dat is helemaal niet waar. Maar er zijn natuurlijk vrouwen die zijn onderdrukt. En mijn oma van moeders kant, ja, die man was toch een beetje bruut hoor. En zij was een hele lieve vrouw. En, ja. Dat is een enkel voorbeeld. En in die hoek zijn er ook mannen die de bok zijn geweest van hun ega. Maar er is geen systematische onderdrukking geweest van de vrouw. Nooit geweest. Dat wordt verzonnen. Dat zetten ze in de krant. En ik denk dat vrouwen het maar wat al te graag geloven. Hè? Dat het zo was om dan een... Ja, iets te hebben van, nou zie je wel, het ligt aan die mannen. Die mannen die moeten maar eens veranderen. En dat was ook dat mijn dochter zei van, ja, en mannen die krijgen in dezelfde functie, met dezelfde papieren, dan krijgen ze toch meer inkomen, salarissen dan de vrouwen. Zeg ik, ja... Punt 1, mannen zijn collegialer. En punt 2, ze komen meer voor zichzelf op. Dus bij salarisonderhandelingen gaan ze meer op hun strepen staan. Dat is zo. Ja, zei ze. Maar mannen die plegen ook vaker zelfmoord. Ja, dat is waar, dat weet ik. En dan denk ik weer terug aan die vriend van mij die zich verhangen heeft in zijn woning. En dat hij misbruikt was door die vrouwen waar hij zo hartstochtelijk voor wilde zorgen. Het zelfmoordpercentage onder mannen die kort daarvoor gescheiden zijn... Hè? Dat is 10 keer zo hoog als bij andere mannen. Die mannen worden gedumpt door hun vrouw en ze maken er zelf een einde aan. Hè? En dat heeft niks te maken met mannen onderling. Nee joh. Ik ken een man en die had een hele leuke baan bij de dierentuin Emmen. Dat was echt iets voor hem. Dan liet hij daar een vrouw kennen. En die stelde voor om samen te gaan verhuizen naar Lelystad. Ja, hij had een hele leuke baan in Emmen. Maar zij kon een baantje krijgen in Lelystad of weet ik veel wat. En ja, kon hij dan geen ander werk gaan zoeken? Nou, dan... Nou, hij ging solliciteren en inderdaad, hij vond in Lelystad ook een baantje. Dus nou, toen heeft hij zijn hele leuke baan bij de dierentuin Emmen, heeft hij opgezegd. En met haar vertrokken naar Lelystad. En bij zijn nieuwe werkgever begon hij op een jaarcontract. Bij de dierentuin Emmen liet hij een vast contract achter. Daar werkte hij al een paar jaar. Nou, en dan één keer aangekomen in Lelystad. Toen woonden ze daar 3-4 maanden en toen kreeg zij het in de bolder. Is ze bij hem weggegaan. Nou, daar was hij heel erg van ontdaan, want hij was voor haar verhuisd naar Lelystad. Hij had die leuke baan eraan gegeven. Nou, nog een paar maanden later, toen maakte zijn baas duidelijk dat zijn jaarcontract niet verlengd zou worden in een vaste aanstelling. En dat hij het jaar mocht uitwerken, maar dan was het voorbij. En weer een tijdje later hebben ze hem doodgevonden in zijn eigen woning. Gek, hè? Weer een dode man. Besodemieterd door een vrouw. Door een feministe. Dat doe je toch als vrouw niet? Kom zeg. Je man laat je een hele leuke baan opzeggen en die gaat eventjes de hele verhuizing regelen en dan dump je hem na een paar maanden een aju paraplu. Nee man. Dat feminisme moet stoppen. Maar ik ken de verhalen niet hoor, van feministische vrouwen die gezellig, fijn samenleven met een man en die man is er ook heel tevreden mee en helemaal niet. Punt. Ja, zo be het. En ga mij niet vertellen dat het anders is. Ik ken geen andere voorbeelden. Ik ken ook het verhaal van een man en die woonde samen met een vrouw. En hij zorgde dan voor het avondeten. En die vrouw die deed niet zoveel. En die zat te kankeren, jongen, over dat eten. En noem je dit eten koken? Nou, toen vond zij het genoeg en heeft ze het uitgemaakt. En had ze binnen no time een nieuwe vriend. En daar werd ze zwanger van. En die vriend die zat aan de heroïne en die nam een overdosis. Dus dan had ze alleen nog maar die zoon. Toen kreeg ze gelukkig weer een nieuwe vriend. Daar heeft ze een dochter mee. Nou, die nieuwe vriend, dat is zo'n suiplap. Met blowen en alles. Die was heel gewelddadig tegen dat eerste kind van haar. Dus ook daar maar weer mee uitgemaakt. En toen is heeft ze ervoor gekozen om vlakbij die eerste vriend dus van haar, als hij eten kookte, dat ze zo op zat te kankeren, is ze bij hem om de hoek gaan wonen. En hallo, ik wil wel weer bij jou om de hoek. En, kunnen de kinderen vanavond bij jou dan? Want ik moet de deur uit. Ik dacht, dan kunnen ze even bij jou toch wel? Ja. 2 kinderen van 2 verschillende mannen. Ja, zo kan ik wel doorgaan hoor. Ik ken eigenlijk geen gezin wat harmonieus, leuk, gezellig, een beetje op een afstandje. Een gezin waarvan ik denk van nou, die lijken mij wel leuk. Dat lijkt me ook wel een aardige vrouw. En maar daar weet ik niet zo heel veel dingen van. Maar wat ik meer in mijn nabije omgeving heb gezien. Feministische vrouwen met een grote mond. En mannen die ofwel de deur uit zijn getrapt, of ze dienen dat maar te verdragen. Want dat is niet leuk, dat moet stoppen. Dat moet stoppen. Dit is niet te harde, dit is niet te doen. Zo'n situatie als ik nu heb, dat slaat helemaal nergens op. Het heeft geen zin, snap je? En het is niet goed voor het kind. Ja, doordat wat die moeder, die alleenstaande moeder in mijn geval dus, hè, die heeft de opleiding van mijn kind. Dan noem ik het maar, want het is mijn kind. Want ik heb dat kind, haar belang, altijd geplaatst boven mijn belang. Dus het is mijn kind. En niet haar kind. Maar ze heeft de opleiding van mijn kind in de war gestuurd. Dus ja, wat voor een baantje moet ze nou straks zien te vinden? Hè? En waar komt mijn kind dan terecht? En zal het een duurzame relatie kunnen opbouwen met een leuke man? Ja. Waar moet ze het voorbeeld vandaan halen? Ik was een keer met mijn kind, was ik bij mijn volle nicht. En toen we daar weggingen, toen zei mijn dochter, wat een lieve moeder zeg. En ik dacht, wat? Ja, Sanne is een lief mens, ja. En ze is dan, zoals ik zou zeggen, normaal. Gewoon normaal lief. Gewoon vol van aandacht naar haar kind. Kinderen, ze heeft er inmiddels 2. En mijn dochter helemaal verbaasd. Van, oh, kan het ook zo? Dat zei ze niet, hè? Maar dat dacht ze dus. Ja. Dus ik hoop dat voor mijn kind dat ze het zal inzien. Dat ze afscheid neemt van het feminisme. En van die grote mond. Maar dat weet ik niet zeker. Ik heb dingen gezien die baren mij zorgen. Niet voor mezelf hoor. Want ik heb mijn uiterste best gedaan. Maar voor haar. Want er komt een moment en ben ik niet meer bij haar in de buurt. Dan moet ze het helemaal zelf gaan doen. En hoe gaat dat dan gaan? Hè? Nou, na deze overspiegeling over het einde van het feminisme, neem ik in vol vertrouwen op een goede afloop afscheid van jullie. Dan zeg ik tjus en dag lieverd. Wees lief.